De waarschuwingen voor babbeltrucs die lijken soms goed te werken. Drie vreemde personen, twee mannen en een vrouw, die zijn op dinsdag 16 september in de toegangshal van een flat aan de Ivoorhorst in Den Haag. En meerdere bewoners die vertrouwen dat helemaal niet, hè, Chantal? Nee, inderdaad. De drie bellen bij een aantal woningen aan en dat is allemaal op beeld te zien. Hier komen eerst één man en de vrouw binnen. Ze lopen een stukje door en kijken vervolgens op het bellenplateau. En dan komt buiten aan de rechterkant van het beeld al de tweede man aan. Hij komt binnen samen met een aantal bewoners. En vervolgens proberen de drie dus om bij verschillende woningen binnen te komen. Onder andere met smoezen over een dokter die ze willen bezoeken. Daar klopt natuurlijk helemaal niets van en ze worden dan ook niet binnengelaten. Een van de drie is overigens wel heel even in de flat geweest. Maar zoals we zien hebben de bewoners door dat er iets niet in de haak is. En ze houden de drie dus ook goed in de gaten. En uiteindelijk vertrekken ze dan ook. Maar niet zonder eerst nog wat mensen te bedreigen. Nee, ze zeggen tegen een aantal bewoners dat ze nog wel zullen tegenkomen en maken daarbij een snijbeweging langs de keel. Eén vrouw wordt zelfs beschoten met een denkbeeldig pistool, ook om weer een bedreiging te uiten. Dus ja, deze mensen zijn hier natuurlijk enorm van geschrokken, want het is gewoon een regelrechte bedreiging. Ja, maar we kunnen wel stellen dat die mensen goed hebben gehandeld. Ja, dat hebben ze zeker. Er is eerder in deze flat sprake geweest van een aantal geslaagde babbeltrucs. Dat hebben de bewoners onderling met elkaar gedeeld en ook afspraken gemaakt over hoe oplettend ze zouden zijn bij onaangekondigd bezoek. Nou ja, gelukkig maar, want dit had natuurlijk heel anders kunnen lopen. Wie weet wat de drie van plan waren geweest. Maar goed, dat blijft gisteren. We weten in ieder geval zeker dat ze een bedreiging hebben geuit. En daar laten we ze dus voor zien. Ja. Nou, dit zijn ze nog een keer op een rijtje. Weet u wie deze personen zijn? Of zijn ze misschien ook bij u aan de deur geweest? Laat het weten via 0800 60 70 of bel anoniem.